Good morning! Goedemorgen vanuit Orlando! Ik heb nog een beetje een sleepy face. Het is ook nog maar 6 uur 's ochtends in Amerikaanse tijd. We hebben kleine 7 uurtjes geslapen, dus dat valt gelukkig wel mee. We moeten direct naar het Disneypark. En ik dacht, ik ga even snel. Even snel zeggen, maar ik vind dus wel niet echt het bestek. Even snel Brienno een kommetje cornflakes brengen op bed. Heeft hij even ontbijt op bed? En dan kan hij dat even al opeten dat ik in het badje ga. Hoort het? Het badje staat hier te lopen. En hier is onze tweede sleepy face. Goedemorgen. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Cornflakes. Cornflakes. Smakelijk. En niet morsen, want ik slaap aan deze kant, hè? Oké, smakelijk. Nu is het eventjes badtijd. Mijn bad is hier aan het vollopen. We hebben trouwens een bubbelbad, maar ik kan denk ik niet in een bubbel zitten, maar ik ga even gewoon wassen. En dan gaan we richting het Disneypark. We zoeken daar de Magic Kingdom, dat is zo'n beetje zoals Disneyland in Parijs, maar het is helemaal anders. Dan kan je met twee manieren naar het park gaan, met een ferryboat of doe zoals wij, neem een monorail. Daar is die. Dat is eigenlijk het enige park dat niet een parking voor de deur heeft. Het heeft er natuurlijk wel een parking, maar vanaf de parking kan je dus niet naar het park wandelen. Je moet daarvoor dus een transportatiemiddel nemen. Je hebt trouwens ook nog een bus, dat kan je ook nemen. Maar... Dus er zijn 3 manieren, hè? 3 manieren, ja. Welkom in de Magic Kingdom. Hier staat een hele mooie boodschap. Here you live today and enter the world of yesterday, tomorrow and fantasy. Welkom. Main Street, dat kennen we natuurlijk allemaal. Dat hebben we in Disneyland Parijs ook. Het ziet er een beetje anders uit, maar de verschillen zijn miniem. Het enige grote verschil is, als je door Main Street komt, dan zie je dit prachtige kasteel opduiken. Het is groter dan zijn Parijse variant. Het is het kasteel van Cinderella, van Assepoester. Het is prachtig mooi. Gisteren heb je misschien wel gezien, het was een hele rustige dag. Maar vandaag ook. Maar echt waar, dit is uniek, want we zijn hier al vaak geweest. En dit is nu echt een van de... Ik heb het nog nooit zo rustig geweten hier. Moet eens kijken, gewoon een lege straat hier voor ons. Waar is iedereen? Er loopt hier natuurlijk wel wat volk rond, hè. Het zou maar gek zijn anders, maar echt normaal loopt het hier crowded en crowded en crowded rond. Dit is gewoon super uniek, echt waar. Hoe zot is dit, joh? Dan gaan we nu een vlucht maken over Londen. Captain Haak wordt opgegeten door een krokodil. En zo eindigt Peter Pan de film, maar ook de ride. Tot de volgende keer! Een bezoekje aan eender welk Disneypark is niet compleet als je niet It's a Small World gedaan hebt. Zit het al in je hoofd? Ariel, het potje. Please, 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 please
Goofy komt jou al halen. Hi. Hi Goofy. Oh. Oh, Donald broke it. Oh, okay. Het leuke is met die Magic Band, daar kan je dus scannen en dan komt die. Ja, ik heb het laten scannen en dan komen die foto's vanzelf in onze app. Hij is maar aan het wachten op mensen. Het is echt rustig vandaag. Kom maar, Dick. Kom maar. Hoog tijd dat we nog eens een achtbaan doen. Dit is hier de Seven Dwarfs Main Train. Mijn karretje van de zeven dwergen. En wie weet, zien we ook nog wel Sneeuwwitje en de boze heks en die dingen. We gaan hem doen. Here we go. Naar boven. Hier hebben we de mijn. Waar de diamanten zijn. Wow. Daar gaan we. Wow. Hek staat op de loer. Hier voor ons zie je Splash Mountain. Waterattractie. Heel erg mooi trouwens. Ook een heel mooi indoor gedeelte. We zijn zo net kletsnat geworden op de eerste rij van de Zippity-Doo-Dah ride. De Splash Mountain. We zijn goed nat geworden, hè? Dat was het waard. Het was een mooie attractie. Het was echt leuk om te doen. Ja. En nu ben je nog een beetje water aan bijdrinken. Ik ben nog niet nat genoeg geworden. Nee. Het is grappig, ze geven van die zipzakjes. Kei handig. We hebben die echt wel kunnen gebruiken om portemonnee en mijn telefoon daarin te stoppen. En zo worden die ook weer niet nat natuurlijk. Hè. Dus echt kei top dat ze die geven. En het is nog eens een leuk souvenir om mee te nemen naar huis. Nu is het tijd voor een cakeje met daarop Dole Whip. Is het lekker? Heel leuk. Heel lekker. Ja. Dat ook zo heel leuk uitziet zo. Brum. Dat is echt bekend hier, hè? Famous, hè? Dole Whip, ja, zalig lekker. Het was even spannend. We zijn op de terugweg terug naar de auto. En ik stop deze camera in mijn achterzak. We gaan zitten op de monorail om terug te keren naar de auto. Maar aangezien ik wil gaan zitten, ja, dan voel ik die camera van oei, ik ga niet op de camera gaan zitten. Dus ik haal die uit mijn achterzak. Ik leg die op de bank naast mij op de monorail. We stappen af. Ik wil hier op dit punt wil ik beginnen met te zeggen dat we op de terugweg zijn. En plots voel ik dat de camera weg is. En dacht van shit, ik heb die op de monorail gelaten. Ik zag hem nog staan. Dus ik ben gelopen als een gek. 35 graden. 35 graden warmer. En ze hadden hem, ze lieten hem zien, andere mensen die in de monorail zaten lieten hem zien en waren aan het zwaaien. Maar de deuren waren al dicht. Hij heeft een beveiliger de noodstop ingedrukt, dus de monorail is vertraagd. Ze hebben de deuren open gewrongen en ze hebben ons de camera gegeven. We zijn die mensen heel erg dankbaar. Ja. Hetzelfde geld was er echt iets misgegaan. Ik ben zo blij dat we hem hebben. Oh. En nu ga je er extra goed op letten. Ik laat hem niet meer los. Oké, dat lijkt me een goed idee. Onze les geleerd. Stressie. En nu zijn we terug in ons hotel. En we gaan onze koffers weer al innemen, want we gaan... Ja, terug naar België. We gaan even trekken. Nee, we gaan eigenlijk hier onze kamer verlaten. We hebben een probleem met onze toilet, die spoelt dus niet door. Er is ook al iemand komen kijken hoe dat die kan opgelost worden, maar het kan gewoon niet echt opgelost worden. We hebben ook vrij dunne muren en onze buren hebben blijkbaar een huilbaby. Dus ja, dat was ook niet zo heel erg aangenaam.
En daarom hebben zij van, kijk, we gaan jullie gewoon dezelfde kamer geven, maar dan ergens anders hier in het gebouw. Ze hebben zeker wel een goede service gegeven. Ja, dat wacht wel. We weten nog niet welke nieuwe kamer. Anderzijds vind ik wel, bij het, als er eigenlijk een toiletstuk is, dan had dat eigenlijk al eerder kunnen oplossen. Hè? Ja, maar ja. Het lossen niet echt op de mensen die er is om het op te lossen, maar voor hem lukt het niet om het op te lossen. Dus ja, en een toilet is toch wel... onoplosbaar. Ja, want dat is toch wel iets heel belangrijks. Zo, we hebben nu een betere kamer een andere kamer gekregen zonder dat het toilet doorspoelt. Het heeft wel een betere locatie, moet ik zeggen. Het is vlakbij het zwembad dat hier recht voor is. Hier heb je nog een fontein, hier mag je niet zwemmen. Behalve dan die eenden, die mogen daar wel in zwemmen hier natuurlijk. Maar daarachter heb je ook het zwembad en daar gaan wij naartoe. En hier zit ook nog een reiger aan het water. Moet niet weglopen van ons. Maar nee, kijk. Aan het kijken of die iets mooi kan vissen. Ja, ik ga kijken of die mooi te gaan maken. Oh nee, ja. hij is bang. Nu is hij weg. Ik moet er op het dak gaan zitten. Zitten er geen krokodillen hier aan het water? Dat kan wel hoor, want dat komt net uit een bordje. Dat kan altijd, ja. Ah, zalig hè, zo'n uitzicht. Hier kunnen we nog wel de hele resterende dag zitten, hè? Dat vind ik wel een goed idee, ja. Lekker een beetje wel wat relaxen, een beetje ontspannen, een boekje lezen. Maar wel heel erg goed insmeren met zonnecrème, want het is lekker warm hier hoor. Als je dit leuk vindt, dan zeker als een duimpje omhoog en heel graag morgen weer een nieuwe vlog. Ciao! Vanuit Orlando. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.